Kattenburgerplein, VOC-werf. Vanaf 1590 groeit Amsterdam explosief. Het stadsbestuur laat in 1650 drie eilanden aanleggen voor scheepswerven, pakhuizen en woningen. Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Kattenburg is het meest westelijke van de drie oostelijke eilanden in Amsterdam, die in de tweede helft van de 17e eeuw in het IJ werden aangelegd. Kattenburg werd van oudsher beheerst door de scheepvaart en de scheepsbouw. De meeste bewoners vonden hier hun werk. Zij droegen als bijnaam de Bijltjes, dit naar hun voornaamste gereedschap in de scheepsbouw. Vrij snel kwam er een grote werf, Slans Zeewerf. Hier werden de oorlogsschepen gebouwd. In de periode tot het opheffen van de admiraliteit in 1795 werden er ruim 500 schepen gebouwd, waaronder de Hollandia van admiraal Tromp en de kanonneerboot van Van Spijk. De Verenigde Oost-Indische Compagnie beschikte over totaal 6 werven in de plaatsen Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen, Delft, Rotterdam en Middelburg. De Amsterdamse werf was veruit de grootste en belangrijkste. De bouw van een retourschip duurde 1,5 jaar. Jaarlijks werden in Amsterdam 3 van zulke schepen gebouwd. Midden 17e eeuw barstte de VOC in Amsterdam uit haar voegen. In 1661 kocht de compagnie het pas aangelegde eiland Oostenburg. Het werd het grootste industriële bedrijf ter wereld. Aan de waterkant kwamen 3 grote scheepshellingen te liggen. Het meest indrukwekkend was het 4 verdiepingen hoge magazijn van de VOC. Het Oost-Indie-Zeemagazijn was ook naar ontwerp van Daniel Stalpaard. Het VOC-magazijn had de volgende afmetingen. Het was 177 meter lang en 20 meter diep. De hoogte van het gebouw was 22,5 meter. In het magazijn lagen de geurige en kostbare goederen uit Azië. Beneden was een slachthuis. Op een van de zolders was de zeilmakerij. Achter het grote magazijn lagen de werkplaatsen en de loodsen. Na de opheffing van de VOC in 1799 werd het Oost-Indie-Zeemagazijn in gebruik genomen als opslagplaats van granen. Door achterstallig onderhoud en de zware last stortte het gebouw in 1822. Tegenwoordig staat op de plaats van het oude VOC-magazijn het Storkgebouw. Vraag: als je volgende keer over deze eilanden heen fietst, zou jouw beleving dan verrijkt zijn met deze informatie? En hoe dan wel, of misschien ook wel niet?